Hallo allemaal, vandaag is de dag van de vrede. Ja, wat vrede. Wat gaan we daarbij tekenen? Nou, misschien een vredesduif of we verzinnen er wel weer wat op. Doe je mee? Vrede, wat gaan we daarbij tekenen? Misschien vredesteken. Hè? Ziet dat eruit? Cirkel. En, wacht, we doen het gelijk eventjes. Nou, gelijk een beetje moeilijk. Een beetje moeilijk. Het is helemaal niet zo moeilijk. Zo. Het vredesteken. Nou, daar kunnen we nog schaduw aan toevoegen. Zo. Zo, ja, er een schaduw aan toegevoegd. Kan natuurlijk ook gewoon zo doen. En dan hebben we ook het vredesteken. Maar goed, wat staat nog meer voor vrede? Nou, een duif. Duif, dat is wel een goede oefening, want hoe teken je nou een duif? Nou, zo, de vleugel er natuurlijk aan. En een andere vleugel erachter. Ja. Het lijkt eenvoudiger, of tenminste het ziet er heel eenvoudig uit zo, maar het is nog best lastig tekenen zo. Ja, en dan heeft hij zo'n vredestakje in zijn bek. Ben ik eigenlijk even vergeten wat voor plantje dat het dan is dat hij in zijn bek heeft hoor. Vredestak. Was dat die duif die bij de ark van Noach terugkwam met een takje? Ik durf het echt niet te zeggen. Ik heb dus ook niet goed opgelet bij Bijbelles, dat hoor je wel. Nou goed, een takje en een duif. Vrede en dus natuurlijk ook een hart. Liefde. Oh ja, peace teken. Dat is natuurlijk ook wel wat zo. Zo. En dan twee vingers. Zo, en dan zo, peace teken. Ja. Een hele rare duim dit, hè. Hele rare duim. Misschien moet ik het wel weer zo doen. Zo. Misschien is dit beter zo, peace teken. Alleen zijn dit wel hele dikke vingers. Goed, ga zelf aan de slag met vrede en dan zie ik jullie morgen in de volgende video.